Ja, het is een vreemde verhouding tussen fotografie en schilderkunst. Dat komt omdat schilderkunst het eerste er was toen fotografie kwam en allebei plat vlak. Dus ze gingen al snel fotografieën, weet je, opkijken naar schilderkunst. En het is eigenlijk nog steeds zo. Dus als mensen een foto mooi vinden, dan roepen ze dat het op een 17e eeuw schilderij lijkt. En als ze er nog heel veel verstand van hebben, roepen ze nog de schilder erbij ook. En dan denkt iedereen dat ze de foto gezien hebben. Maar ik vind het altijd een dood in de pot, gewoon refereren. Maar schilderijen op zich vind ik een heel interessante bron. Bijvoorbeeld nu in de Hermitage is er een tentoonstelling over schuttersstukken. Dat zijn die groefportretten die gemaakt zijn vanaf 1500 tot zeg maar eind 1700 van mensen die op vrijwillige basis 's nachts de stad een beetje in de gaten hielden dat het niet uit de hand liep en dan door de stad liepen bewapend. En je kunt, daar heb ik een soort audiotour voor gemaakt en ik heb me heel erg in die tijd verdiept van hoe dat dan precies zit. En vooral in die tijd kun je dus de samenleving heel mooi leggen naast het schilderwerk. Als je dat doet, dan opent het zich en anders blijven het gewoon allemaal kerels op een rij. Maar als je dat doet, dan is het echt een feest. Dan zie je allerlei ontwikkelingen en verandert het mensbeeld. En ik heb het idee dat mensen gewoon helemaal in principe nood veranderen. Iedereen wil eten, dak boven zijn hoofd, seks, voorplanting en erkenning en aanzien. Die vier dingen. En ja, de verpakking daarvan die verandert, maar uiteindelijk is dat gewoon nog steeds waar we op draaien. Dieren trouwens ook. In die zin zijn we ook niet zoveel anders dan dieren. En dat kun je heel gewoon goed zien hoe dat in de tijd verandert. Dus bijvoorbeeld in het begin, wij hebben iets als iemand staat en heeft die meer status dan als iemand zit. Toen was het andersom. Ja, kan.